Wanneer je ingelogd bent op de backend van de website, zijn er een hoop mogelijkheden. Ik neem er een aantal door. In de hoek staat SVS, een linkje, voorbeeld. Als je die klikt, wordt de website opnieuw geopend, alleen dan vanaf de frontend. Het menu systeem. En hier zitten allerlei settings in voor de database enzovoort. Hier zal je voor de rest niet in komen. Gebruikersbeheer. Dit is het gedeelte wat wordt gebruikt door de administrator van de website om eventuele gebruikers te blokkeren, toe te voegen en ze eventuele rechten toe te kennen. Het hoofdstuk menu. Hierin worden de menus allemaal ingezet. Vergeet in te loggen. Hierin worden de menus allemaal gezet. Home, informatie, forum, gastenboek enzovoort. Dit zijn de menus die hier weer terugkeren. Dan hebben we een stukje inhoud. Artikelen, categorieën, speciale artikelen. Het principe is opgebouwd dat de website wordt gevuld met artikelen. En een artikel bestaat uit een stukje tekst met wat foto's of iets dergelijks. De artikelen worden netjes allemaal in verschillende categorieën opgeborgen, zodat het allemaal weer netjes terug te vinden is. Elk artikel wat je aanmaakt met nieuw komt hierbij te staan. En als je dat opent, ziet het er als volgt uit. Er wordt een editor geopend, eigenlijk hetzelfde als in een Word document. En hierin staat de tekst, eventueel met links en plaatjes die je allemaal via de editor kan vullen. Dan hebben we nog een stukje componenten. In de website wordt gebruik gemaakt van verschillende componenten. En een component kan zijn een backup component, maar het kan ook zijn een forum component. Of een editor, of een gallery voor de plaatjes. En elk component heeft zo zijn eigen settings en dingen. En dat wordt allemaal hier vandaan geregeld. Dan hebben we nog een hoofdstukje extensies. De modules en de componenten en de plugins die in de websites worden gebruikt, worden behandeld in het stuk extensies. Heeft ook voor de rest, voor de beheerder van de website, kan dat van dienst zijn, maar voor een gewone gebruiker niet. In het volgende hoofdstuk zullen we een artikel gaan aanmaken en het artikel aan een menuknop gaan hangen, zodat we kunnen zien dat dat ook gewoon werkt.